Ja, Marco. Hij is terug. Rijn Koolwijk. Vind je dat ook leuk? Ja, ik vind het geweldig. Ik noem het maar een welkom thuis weer. Rijn is hier in de Deetje begonnen vanuit Lekkerkerk. En is na een avontuur bij NSC, avontuur in Slowakije met een paar mooie prijzen gepakt te hebben, is hij weer teruggekomen. En voor de club is het geweldig. Je hebt weer een Excelsior gezicht terug. Voor de jeugdopleiding is het geweldig dat mensen ook via een omweg weer terugkomen bij de club. Ja, en voor Rijn zelf is het denk ik ook geweldig om weer bij zijn gezin en familie te zijn. En in deze warme omgeving waarin hij toch wel heel veel vrienden heeft. Ja, als je ziet, aanstaande zaterdag ook hebben ze NFF Cup georganiseerd met allemaal vrienden. Ja, dat spreekt wel voor zich, voor dat soort jongens, dat ze met elkaar iets willen bereiken. Jij hebt hem hier echt groot zien worden, denk ik, hè? Ja, groot was hij op zijn leeftijd, want volgens mij is hij 1,92 meter of zoiets. Maar ja, als voetballer, maar ook als mens, is hij absoluut gegroeid in zijn tijd. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de jongens als Ryan, maar ook Luigi, maar ook Monier Amdewi en ook Said Boutar, die zitten nu in het Verre Oosten, maar die hebben allemaal hun, ja, hun respect voor de club. En dat zie je terug in het hier komen trainen en vragen of ze getraind mogen worden. Ja, en jongens heb ik nooit last van gehad vroeger. We hebben meer lol gehad met elkaar. Ja, dan ga je ook met elkaar weer aan de slag om een fit te krijgen voor het nieuwe seizoen. Na het derde jaar in de Eredivisie. Ja, want hoe gaat dat, hè? Ryan belt je even op van zullen we even gaan trainen, want ik wil wat extra beweging of zoiets. Ja, Ryan belt me op na een tijdje bij NSC gezeten te hebben en even clubloos te zijn. En de eerste vraag die hij stelde was niet eens een vraag, want ik stelde de vraag. Ik zeg, jij wil zeker getraind worden. Hij zei, hoe weet je dat nou? Ja, dat heet intuïtie. En, we zijn 2 jaar geleden in de zomer kaart gaan trainen met Luigi. En Luigi heeft toen een contract bij Excelsior getekend en Ryan is via Dordrecht naar de club in Slowakije gegaan. Wanneer kreeg je voor het eerst door van hij zou eens terug kunnen keren? Nou, jij weet het ongetwijfeld eerder. Nou ja, we weten wel, we hebben er wel eens over wel wat voor mensen zou hier nou nog kunnen passen. Nou, dan kom je jongens Rijn, dan kom je natuurlijk heel snel naar boven draaien. Ik denk dat Rijn ook een geboren leider is binnen het veld en ook in de kleedkamer. En dat heeft een groep als Excelsior zeker nodig. En het voordeel daarvan ook nog is dat hij gewoon weet wat er binnen Excelsior speelt allemaal. Ja, dat is heel erg belangrijk dat we tot een algemeen directeur als Ferry ook een verlengstuk heeft in de kleedkamer. Maar ook een trainer. En op het moment dat je dat soort jongens kan terughalen, moet je dat zeker niet nalaten. Nee, want voor de herkenbaarheid denk ik ook van de club is het mooi dat je met eigen jongens probeert in Eredivisie te blijven, toch? Ja, absoluut. En als daar een eigen gezicht bij zit, dan zou het fantastisch zijn. Hè? Kijk, een paar jaar geleden speelden we bij Feyenoord een wedstrijd. En toen stonden er in de laatste fase van de wedstrijd stonden er 8 jongens met een Excelsior jeugdopleiding in de benen op het veld. Ja, dan voel je wat trots als hoofdopleiding. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, absoluut. En dat doen we met alle jeugdtrainers, doen we met bestuur, doen we met de sponsoren, doen we met de ouders. En iedereen weet gewoon hoe het bij Excelsior werkt. Je moet met elkaar aan de slag om ergens te komen. Die jongens zijn vanuit de jeugd doorgestroomd naar Excelsior, hebben daar een hele mooie carrière gehad en zijn weer teruggekeerd. Wat zit er aan te komen als we kijken naar de jeugd momenteel? Ja, kijk, we hebben natuurlijk de laatste jaren met Feyenoord samengewerkt. Is de laatste jaren wat minder geworden, zijn we weer op eigen benen gestaan. Als ik ga kijken wat er de aankomende 4-5 jaar aan het doorbreken kan gaan komen, dan denk ik wel dat we heel erg blij mogen zijn. Want er lopen echt talenten tussen. En het grootste talent, Dionne Doekie, is natuurlijk al weggehaald nu door Ajax. Door Ajax, ja. Ja, daar zijn we gewoon hartstikke trots op. En we voor hetzelfde geld volgend jaar weer een speler. We gaan zo meteen ook met een paar jeugdtrainers aan de slag. En Luigi moet dan ook aan de slag. Want die jonge jongens willen met Luigi ook aan de bak. En dan willen we met Ryan meten. En dan hoop ik dan tot die 2 gasten die jongens weer wat bijbrengen. Nog even terug naar Doekie. Je zegt, dan zijn we ongelooflijk trots. Bouw je ergens ook niet een klein beetje dat hij eigenlijk nauwelijks in het eerste heeft gespeeld hier? Ja, maar kijk, ik vind als Danilo naar een club als Ajax kan, dan kan je als club alleen maar trots op zijn. Kijk, gaat hij naar, met alle respect, een club van een lager kaliber in de Eredivisie, ja, dan bouw je er meer van. Natuurlijk balen we ervan, maar je mag een jongen nooit in de weg staan in zijn ontwikkeling. Kijk, als jij op dinsdagavond naar AS Roma moet voor een Youth Champions League wedstrijd en op vrijdag aanspoel je met de Jupiler League wedstrijd mee en op woensdag stap je weer in het vliegtuig naar Liverpool, ja, dat is toch de droom van ieder kind. En Danilo is daar klaar voor en gaat vanuit dat zij zijn weg gaat slaan. Je gaat nu trainen met de jongens, hè? Met Luigi en Ryan. Ja, we gaan aan de slag. Ze krijgen een beetje krachttraining ook morgen weer. En we maken er een goed schema van. En we gaan gewoon lekker vlammen weer met elkaar. En dan hopen dat ze fit zijn. Monier Amdewi is 2 jaar geleden ook fit gekomen. Is vorig jaar in de zomer nog meegetraind. En die is naar AZ toe gegaan. En het leuke dan is dat je overal in de kranten leest dat Monier fit is. Ja, dat doet hij zelf. En wij helpen er alleen maar mee. En verder niks. Keert hij nog een keer terug eigenlijk? Schiet me ineens te binnen, hoor. Nou, ik denk dat Monier terug gaat keren. Ik denk dat Monier aan de bovenkant van de topsalarissen zit. En dat zou een club als Excelsior nooit kunnen betalen. Kijk, als je gaat kijken naar een wedstrijd van Hull City tegen Sheffield Wednesday, waar wij een samenwerking hebben met Hull City, dan praat je over een wedstrijd van 213 miljoen euro. Ja, dan lust er honden geen brood van. En wij kunnen daar nooit aan tippen. Nee, maar misschien dat Van Persie ook wel eens een keertje terugkomt. En zou je zeggen, ja, die verdient ook veel te veel. Maar clubliefde, toch?
Nou ja, ik denk dat clubliefde heel ver te zoeken is tegenwoordig. En als jong als Rijn terugkomt, dan weet je nog steeds dat clubliefde bestaat. En nu worden er dan twee hoeken dichtgemaakt. Ik denk als Robin terugkomt, dat die andere twee hoeken ook gelijk dicht kunnen. Want ik denk dat we elke keer een soort bedevaartsoord hier kunnen gaan worden dan.